De Nederlandse waterpolovrouwen hebben na een bloedspannende wedstrijd tegen de Verenigde Staten een bronzen medaille weten te winnen op de Olympische Spelen. De Beuningse kiepster Laura Aarts mag met die Olympische medaille om haar nek nu ook een topsportpenning van de gemeente in ontvangst nemen. Ja, ik vind het aan de ene kant wel gek, maar aan de andere kant, ik vind het heel mooi. Want ja, ik ben hier gewoon geboren en getogen, mijn hele familie woont ook hier, ik kom regelmatig terug hier. En dat zij dan hier meeleven, dat de gemeente Beuningen dit ook organiseert en dit doet, is zo belangrijk. En niet alleen maar voor mij, ik ben echt veerd, maar het is ook vooral voor de inwoners hier, de jeugd, iedereen. Ja, is dit heel mooi om te zien en te voelen van, hey, kijk eens wat er mogelijk is uit zo'n dorpje eigenlijk. En dat is precies wat gemeente Beuningen wil overbrengen aan de inwoners. Meld je aan bij een lokale sportvereniging en wie weet sta je ooit op de Olympische Spelen. We zeggen altijd dat een topsport dat begint altijd bij een sportclub om de hoek. Dat is in Laura's geval ook toeval. Het is ooit begonnen als judoka in Beuningen, ook al bij de voetbalclub Beuningse Boys als kiepster. We zien ook wel als een inspiratiebron voor onze Beunense jeugd. Wellicht krijgen op deze manier nog meer jongeren geactiveerd om te gaan sporten. Heel Beuningen was aan de buis gekluisterd tijdens de waterpolo-wedstrijden. Die steun vanuit Laura's geboortedorp was goed te merken. Ik krijg het wel regelmatig mee. Veel mensen die mij berichtjes sturen op social media. Kan overigens niet alles beantwoorden, maar ik krijg het mee. Ik voel het. Ik voel het ook op het moment als ik terugkom in Beuningen. En ik loop het dorp in. Iedereen zegt gefeliciteerd. En die kent me gewoon. En dat leeft hier echt heel erg. Ja, je merkt vooral online of op social media en elke wedstrijd van in dit geval van Laura wat het losmaakte als er een wedstrijd werd gewonnen of zelfs een medaille werd gepakt op het einde. Dan zie je heel veel Beuningse betrokkenheid en dat geeft ons weer extra de motivatie om deze topsportpenning te geven aan Laura. Sport heeft Laura ontzettend veel gebracht en ze hoopt dat de aandacht voor haar prestatie op de Olympische Spelen ervoor zorgt dat iedereen in beweging komt. Ja, kijk, het is gewoon, sport is heel belangrijk, maar voor heel veel verschillende aspecten. Natuurlijk voor je gezondheid, maar ook voor sociaal, voor je mentaal. Voor de hele omgeving, verbinden met elkaar. Je kan gewoon niet zonder sport, vind ik. En dan door dit soort dingen te organiseren, breng je het naar buiten van jongens, ga sporten, ga bewegen. Hoog niveau, laag niveau, 1 keer in de week, 6 keer in de week, maakt niet uit. Ga lekker de deur uit, ga plezier maken en leef, connect met elkaar. Want dat doet sport.